Greenpeace voert vandaag actie tegen de kolencentrale die Essent hier achter mij aan het bouwen is. We zijn gisteren met 20 actievoerders gisteravond in deze kranen hier achter mij geklommen. En een aantal van onze klimmers hebben tussen de kranen een tent opgehangen. En daarmee bezetten ze dus de bouwplaats van Essent. Greenpeace vindt het ongelooflijk dat Essent in deze tijd nog een kolencentrale bouwt. Daarom willen we eigenlijk zo lang mogelijk blijven zitten totdat Essent stopt met de bouw van deze centrale. Nou, Nuon en Essent bouwen hier beide een kolencentrale. Kolen zijn de meest vervuilende manier om energie op te wekken. En bijvoorbeeld met deze centrale van Essent komt straks net zoveel CO2 vrij als 2,5 miljoen auto's per jaar bij elkaar. En ik vind het ongelooflijk dat je in deze tijd nog een kolencentrale gaat bouwen, terwijl je weet wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. Mooi in de kant, man. Oh, niet in de pakken van de dans. Ja, en er zijn al meer dan 50.000 mensen die zich hebben verzet tegen deze twee kolencentrales achter mij. En dat gaan er natuurlijk nog veel meer worden, want onze campagne gaat gewoon door. Ook als Essent na vanavond niet besluiten om te stoppen met deze achterlijke kolencentrale. En wat het over de koud